Theo van Adrichem uit Amsterdam is aangekomen in het klooster in Megen. Als gardiaan neemt van Adrichem de taak als behoeder van de Franciscanenbroeders over van Ver van de Rijken. Vrijdag maakt hij al kennis met de bezoekers. Dat is de nieuwe gardiaan, hè? Klopt, ja. Ja, welkom in de Hof van Loffen. Dus, u heeft er één nachtje op zitten, hoe was dat? Eén nacht, klopt. Nou, gisteren was een hele hectische dag van verhuizen. Ver van de Rijken, de vorige gardiaan. Ik ging naar Amsterdam en met hetzelfde busje ben ik teruggekomen. Of kleine vrachtwagen, we hebben toch heel wat spullen. Maar de eerste nacht was ik zo vol adrenaline dat ik de slaap niet kon vatten. Maar na 2 uur ben ik als een blok in slaap gevallen. Dus ik heb toch een goede nacht gemaakt. Van Adrichem is van plan het jongerenwerk van broeder Ver voort te zetten. En ook wil hij net als zijn voorganger meer naar buiten treden. Desondanks wil hij eigen accenten aanbrengen. Een van mijn accenten is waar ik het afgelopen jaar heel sterk mee bezig ben geweest. Dat was in Amsterdam, dat was uit de interreligieuze ontmoetingen. En we woonden in een wijk met heel veel moslims. Dus daar moet ik zeggen, en daar ben ik wel heel sterk van doordrongen geraakt, dat dat in onze tijd heel belangrijk is om de ontmoeting aan te gaan. Juist omdat er toch, zeker in de pers en op andere plekken, vaker ook melding wordt gemaakt van spanningen. Maar er zijn ook hele andere initiatieven. Op dit terrein werkzaam. Maar of broeder Theo als echt stadsmens had verwacht dit werk voor te zetten in dat kleine stadje Megen, gelegen aan de Maas? Als 10 jaar geleden mij de vraag was gesteld naar Megen, dan weet ik niet hoe ik gereageerd had. Ik rij geen auto, dus mobiliteit op dit moment is beperkt. Ik ga zien hoe dat hier loopt. Ik ga er wel met vertrouwen naartoe en dat komt ook omdat de broeders hier, moet zeggen, me heel hartelijk ontvangen. En dus ik denk, ik ben heel welkom.